moet je elke dag 10.000 stappen zetten. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Oké, dankzij die fluxe entree hier op het podium en die 10 extra stappen kom ik nu aan 6.332. Zijn er van jullie mensen die de stappen bijhouden? En wat zijn zo de tellers op dit moment, de standen? 5.000? 5.000? 6.000? 8.000, ja. Dus als dat inderdaad de norm is, dan... Maar u voelt zich al direct getroost. Ik haal het ook niet. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Van waar komt dat juist? En ik zou het eerder willen hebben over de wetenschap daarachter. Waarom is het zo dat een actieve levensstijl tot gezondheid leidt? Maar eerst is die dingetjes. Werken die echt? Wel, die kunnen vrij accuraat de stappen tellen. Maar met werken bedoel ik, slagen ze erin om een bevolking actief te maken? En dat hangt een beetje af van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn daarmee gebaat. Die zeggen dan, potverdorie, ja, ik heb er inderdaad een heel passieve dag op zitten. Ik ga nog even mijn wandelschoenen aantrekken enzovoort. Dat zouden ze misschien anders niet gedaan hebben. Dus die feedback die helpt bij sommige mensen. Maar persoonlijk ben ik niet zo'n fan van dat gegeven. Ik heb dat ook maar geleend eigenlijk voor vandaag. Ik weet het niet. Het heeft zo'n beetje het vermanende vingertje van je moet 300 gram groente per dag en 2 stukken fruit en je tanden niet vergeten poetsen. En ook nog 10... Dat wordt allemaal zo moeten. Vermoeiend. En ook vanavond zal ik dan ontgoocheld zijn dat ik die norm niet haal enzovoort. Dus ik weet niet of het echt motiverend werkt voor iedereen. Maar als ik daar niet helemaal in geloof, moet ik natuurlijk een alternatieve strategie voor aanbrengen. En die alternatieve strategie, daarvoor ga ik die schoen erbij halen. En niet bang worden, ik ga jullie niet zeggen om allemaal te beginnen hardlopen. En zeker geen marathons. Lopen is goed, het andere is een beetje te veel. Ik ga het hebben over een andere technologische innovatie. Niet zozeer deze zeer recente, maar een van 40 jaar geleden. Dus Nike, die loopschoenen verkocht, die wou de letsels door lopen verminderen door eigenlijk de schokdemping bij het neerkomen te reduceren door lucht te steken in de zolen van loopschoenen. Ze hadden daar een schoen voor op de markt, Tailwind heette die. Weinig mensen weten, dat was totaal geen succes. 5 jaar later proberen ze opnieuw. Zelfde technologie, lucht in die hiel, maar nu met het verschil dat ze zo'n venstertje hadden gemonteerd. En opeens zagen de mensen, kregen ze letterlijk inzicht in die technologie. En opeens ging die verkoop volledig door het dak. Ja? Dus ik wil een beetje een gelijkaardige strategie bedenken of toepassen om jullie inzicht te geven in hoe iets werkt in de hoop dat jullie dan veel sneller gaan overtuigd zijn. Dus ik ga een venstertje monteren op het menselijk lichaam om jullie te tonen waarom bewegen gezond is. Maar is bewegen wel zo gezond? Wat zijn de evidenties daarvoor? Wel, eigenlijk zijn die verpletterend, die bewijzen. Ondertussen zijn er meer dan 25 chronische ziektes waar bewegen aangetoond is of om enerzijds preventie te doen, dus het risico dat je die ziekte oploopt, vermindert, of als je die ziekte hebt, dat je dan minder snel verslechtert of hervalt of wat dan ook. Ja. Dus als behandeling. Als ik daar cijfers moet opplakken, sommige ziektes, daar heb je een reductie van 10%, 20%, 30%. Bijvoorbeeld kanker zit in die zone. Maar andere, gelijk cardiovasculaire aandoeningen, hartinfarct, beroerte of type 2 diabetes, daar is de reductie door een actieve levensstijl 50% of zelfs nog meer. Dus in serieuze solden, hè, om die ziekte eigenlijk niet op te lopen. Dus aangezien dat je van bepaalde van die ziektes echt wel kan sterven, kan je echt zeggen dat van een actieve levensstijl dat je daar langer van gaat leven. Als we daar een getal moeten opplakken, 4 jaar ongeveer. Ja, wat toch aanzienlijk is. Dat is niet eeuwig leven. En je hebt geen perfecte bescherming tegen ziektes, maar je hebt toch wel een aanzienlijk effect dat
vaak zelfs beter is dan medicijnen. Ja. Nu, waar ik het met jullie wel over heb, want ik vermoed dat ik tot nu toe nog niet zoveel nieuw daarover verteld heb, is een aantal wetenschappelijke ontdekkingen die de laatste 5 jaar, vooral die laatste 5 jaar, gebeurd zijn over hoe dat komt, dat beweging bescherming biedt tegen die ziektes. En uiteindelijk is men tot de ontdekking gekomen dat de spieren, en eigenlijk is dat logisch, de spieren geven eigenlijk het grootste verschil tussen stilzitten en bewegen, hè, dat die spieren stoffen vrijgeven die beschermend werken voor andere organen. En we noemen die stoffen myokines. En myo, dat is Latijn voor spier. Dus myokines zijn eigenlijk stoffen die uit de spier vrijkomen en andere organen helpen en beschermen. Ik ga jullie een voorbeeld geven. Kanker. Ja, helaas, dat is ten eerste een groep van ziektes, maar helaas iets waar bijna ieder van ons zelf of in naaste omgeving ooit mee zal te maken hebben. Hoe zou je kunnen onderzoeken wat juist de oorzaak is waarom de mensen die een actieve levensstijl hebben minder risico hebben op kanker? Wel, om dat te onderzoeken gaan we bijvoorbeeld naar muizen. Muizen hebben gelukkig een vrij spontane activiteit. Dat zijn nachtdieren en elke nacht gaan die op stap. En die lopen 3, 4, 5 kilometer. Zo'n beestjes. Hoe gebeurt dat dan in een labo? In een labo hebben ze een vrij klein kooitje, dus ja, dan zijn die vrij passief. Maar als we die een loopwieletje geven, dan beginnen die spontaan terug elke nacht die 3, 4, 5 kilometer te malen. En zo kunnen we heel mooi het verschil maken tussen een actieve levensstijl en een passieve. Als we bij die muizen kankercellen gaan inspuiten, we induceren kanker, dan zien we eigenlijk heel duidelijk, en dat zie je ook op die figuur, dat in dit geval longen van muizen die dus geen toegang hebben tot zo'n loopwieletje, dat die veel meer kankervlekken hebben, dat zijn die zwarte vlekken, dan muizen die wel toegang hebben tot zo van die loopwieletjes. En die reductie is 50% zowel in grootte van de tumor als in aantal uitzaaiingen. Ja? Dus een zeer duidelijk effect. Nu, die studies zijn vooral bedoeld om de oorzaak om te begrijpen waarom is dat zo. En men heeft gezien in die studies dat als die muizen bewegen, dat dan stoffen uit de spieren in het bloed komen die een remmend effect hebben op die tumoren. Natuurlijk zijn muizen. Hoe zit dat met mensen? Wel, bij mensen is dat ook zo. Je onderzoekt dat een klein beetje anders. Je kan kankercellen in een kweekschaaltje in een labo laten groeien. En die hebben daar serum voor nodig. Ik weet niet of je weet wat serum is. Als je een bloedstaal neemt, dan kan je dat scheiden, het deel dat rode bloedcellen zijn, en het doorzichtige deel dat daarboven is, dat is serum. Wel, dat serum gebruikt men in het labo om cellen te laten groeien. Als men nu bloedstalen neemt van mensen die net gesport hebben, en men gaat dat serum gebruiken om die tumorcellen te laten groeien, dan krijgen die het verdomd lastig om nog te groeien en te delen. Terwijl als je dat neemt, dat serum van mensen die net de hele tijd in de zetel gezeten hebben, dan kunnen die kankercellen veel beter groeien. Ja? Dit bloedstaal heb ik vanmorgen genomen, of mijn collega heeft dat van mij genomen, nadat ik met de fiets naar het werk gegaan ben. Dus hierin zitten, in dat serum, zit een aantal, een deel gekende, een deel geheime stoffen die allerlei chronische ziektes kunnen bestrijden. Ja? Een soort magisch serum, wonderserum zou je kunnen zeggen. Dan zie ik jullie wat denken. Dat is een beetje te mooi om waar te zijn. Dat klinkt me. Maar ja, het is een professor, die zou dat toch moeten weten. Die gaan ons toch geen blaasjes wijs maken. Wel, ik ga je proberen overtuigen dat dat logisch is. Er zit een logica achter het systeem dat spieren aan andere organen signalen geven om het goed te doen. Om te groeien of om goed te presteren als orgaan. De logica is eigenlijk eerst en vooral dat alle organen met elkaar spreken. Als je samenwerking hebt, je zit in een bedrijf, wanneer heb je een goede samenwerking? Als je communiceert. Als die organen allemaal op elkaar moeten afgestemd zijn, dan moeten ze communiceren met elkaar. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt in ons lichaam via hormonen. Dus de maag gaat een hormoon vrijgeven aan de hersenen om te zeggen, zeg, wanneer gaan we eten? Ik ben leeg. Ja? Oké, dan krijg je honger. Of je teelballen zeggen aan je spieren,
word maar een keer groter, want nu ben ik geen jongetje meer, maar een man. Enzovoort. Allerlei signalen, honderden signalen, hormonen bestaan er. Wel, de spieren die hebben ook zo'n signaal. Die hebben ook iets te vertellen aan andere organen. En wat zeggen zij? Het is niet moeilijk eigenlijk, hoor. We zijn aan het bewegen. Dus de spieren die zeggen, het lichaam is in locomotie. En waarom zouden andere organen dat moeten weten? Bijvoorbeeld de hersenen, die weten dat graag. Hersenen die gaan heel wat beter moeten functioneren bij lichamen die aan het bewegen zijn. Waarom? Als je beweegt, dan ga je van alles tegenkomen. Je krijgt heel veel zintuiglijke prikkels. Je moet navigeren, je hebt ontmoetingen, je moet misschien vluchten of jagen, je moet van alles doen. Je moet heel performant zijn met je hersenen als je beweegt, vergeleken met als je stil zit. Het mooiste voorbeeld daarvan, om dat te illustreren, is manteldieren. Ik weet niet of je daar ooit al van gehoord hebt. Dat zijn mooie dieren die op de rotsbodem, op de zee, leven, in koralen enzovoort. En die manteldieren, eigenlijk hebben die een vrij saai leven. Die filteren gewoon zeewater en die eten daaruit. That's it. Maar waarom vind ik die dieren toch nog boeiend? Dat voordat zij vastzitten op die rots, hebben zij ook nog een fase waarin ze rondzwemmen. Zij zijn eerst larven en ze zwemmen rond en met zo'n staartje enzovoort. En uiteindelijk zoeken zij een goede rots om zich op te vestigen. En die rots dat blijft dan voor de rest van hun leven die plek. Wel, terwijl als ze larven zijn, dan hebben ze een vrij goed ontwikkeld zenuwstelsel. Hersenen is misschien een groot woord. Ja? Op het moment dat zij zich vasthechten, dat rode gaat altijd maar kleiner worden, dat zijn die hersenen. Eigenlijk eten die dieren hun eigen hersenen op. Ja? Die hebben dat toch niet meer nodig. We bewegen niet meer. Waarom zouden we nog hersenen nodig hebben? Je hebt alleen nog een spijsverteringskanaal. En eigenlijk is dat bij de mens ook een beetje zo. Als wij bewegen, en dat is bij veel zoogdieren aangetoond, dan gaan onze hersenen meer hersencellen maken. Als wij stilzitten, gradueel meer en meer wegkwijnen in onze fauteuil, dan worden onze hersenen kleiner en kleiner. En mijn collega van de Universiteit van Nederland, Erik Scherder, die heeft daar een heel mooi college over gemaakt. Absolute aanrader. Dat gaat over hoe dat beweging eigenlijk dementie kan tegengaan en een afsterven van de hersenen kan verhinderen. Dus er is een logica voor die myokines, die signalen die uit spieren komen om andere organen intact te houden, performant te houden. Ja, daar is een volledige logica voor. Het enige probleem is dat dat systeem tegenwoordig niet meer zo goed werkt. Wij zijn namelijk enorm verminderd in fysiek activiteitsniveau vergeleken met de jager-verzamelaars die wij zo lang geweest zijn. Vroeger moest je energie steken en moest je bewegen om water te halen, om voedsel te zoeken, te jagen, te verzamelen, om je gewoon te verplaatsen enzovoort. En door een opeenvolging van industriële revolutie en technologische en digitale revolutie, water is gewoon uit de kraan en verplaatsen is met een auto en eten bestellen als het moet gewoon van op de iPad. Dus eigenlijk moeten wij ons niet meer voortbewegen. En die fantastische systemen, die signalen die uit de spier komen, die zijn eigenlijk helemaal stilgevallen. De spieren die zijn eigenlijk stil geworden. En vandaar steken nu zoveel chronische ziektes de kop op. Ja, die 25 ziektes waarover ik het had, krijgen nu meer vrij spel, omdat die beschermende rol vanuit de spieren wegvalt. En dat brengt me eigenlijk bij mijn initiële vraag. Waarom moeten we 10.000 stappen per dag zetten? Wel, die 10.000 stappen is een soort target. Je kan zeggen dat is een beetje artificieel, maar het brengt ons weer dichter bij het niveau dat we hadden als we jager-verzamelaars waren. Ja? Zodanig dat die systemen die essentieel zijn om onze andere organen intact te houden, die myokines, dat die functioneel blijven. Ja? En hoe je dat juist doet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja? Je moet proberen om dat fysieke activiteitsniveau op een of andere manier terug op te krikken. En het lijkt wel alsof dat
de technologie zich een beetje schuldig voelde, dat zij de oorzaak waren van de afname van de activiteit en dat zij zo'n systeem gemaakt hebben om ons daar af en toe aan te herinneren. Ja. Maar ik hoop vooral dat ik jullie kon overtuigen dat er een heel mooi systeem achter zit en misschien is dat wel de manier om jullie te motiveren om een actieve en fitte levensstijl aan te nemen. Ik dank u voor uw aandacht.